Dag Els. Hallo. Je hebt van alles meegenomen. Ja, ik heb een beetje van alles bij. Dat is heel lief. Voilà. Els, tijdens de periode van de hoge energieprijzen hebben ze ons gezegd dat het zelfs een heel groot verschil kon maken om 1 graad op onze thermostaat naar beneden te gaan. Ik doe dat thuis, dat staat op 19 graden. Maar is dat echt zo? Maakt dat zo'n groot verschil? Ja, zeker en vast. Tijdens de energiecrisis van een tweetal jaar geleden had dat een heel groot verschil. Maar zelfs nu de prijzen gedaald zijn, kan het nog altijd wel een verschil maken. Want tussen je thermostaat van 20 graden naar 19 graden brengen, kan toch wel voor een winst zorgen van 7% ongeveer. En om dat eventjes concreet te maken, stel je hebt een woning waarbij je een jaarverbruik hebt van ongeveer een 15.000 kilowattuur aan verwarming. Dan zorgt dat ervoor dat je ongeveer een 100 euro aan gas en 90 euro aan stookolie kan besparen. Okay. Zelfs een woning waar het verbruik nog hoger is, bijvoorbeeld 23.000 kilowattuur per jaar, zorgt dat voor een besparing van, eventjes pieken, 160 euro aan gas en 145 euro aan stookolie. Ja. Toch wel de moeite om te overwegen. Dus hele grote gebouwen en scholen en zo, die kunnen daar echt wel een groot verschil mee maken. Zeker, hè? Zeker, ja. Oké. Okay. Wat kunnen we dan verder nog doen om onze verwarmingskosten een beetje te drukken? Ja, we gaan vandaag 4 tips bekijken voor op het vlak van verwarming. Mijn eerste is eigenlijk een hele gemakkelijke. Dat is eigenlijk simpelweg de gordijnen en de rolluiken sluiten 's avonds. Dus als je rolluiken hebt, doe die gewoon toe 's avonds. Want door het rolluik toe te doen, krijg je eigenlijk een stilstaande luchtlaag tussen het luik en het glas. En een stilstaande luchtlaag, dat is eigenlijk een lichte isolator. Dus die gaat ervoor zorgen dat de koude buiten blijft en de warmte binnen. Als je geen rolluiken hebt, dan kan je ook altijd de gordijnen gewoon toedoen. Dan best wel een gordijn met een stevige stof en liefst ook nog een voering bij. En die gaat uiteindelijk hetzelfde effect veroorzaken. En ja, je gaat het vooral voelen uiteindelijk bij de oudere beglazing. Dus enkel glas en de oudere dubbele beglazing. Waar er dus nog gewoon een luchtlaag eigenlijk, tussen de 2 glasbladen zit. Dus ja, dat ga je wel snel voelen. Uiteindelijk gewoon, het wordt aangenamer in je woning sowieso. Een tweede mogelijkheid, en dan gaan we eigenlijk klussen, is het aanbrengen van radiatorfolie achter de radiator. Ik heb hier een rolletje bij, zoals je kan zien. Dus dit is radiatorfolie. Wat zien we bij veel oudere woningen? Is er helemaal nog geen isolatie aanwezig in de muren? Of heel beperkt, echt een hele dunne laag. Nu, stel je bijvoorbeeld, je gaat daar langs bij zo'n woning, bij zo'n oudere woning, en de radiatoren staan meestal opgesteld tegen een buitenmuur aan. Stel, je gaat daar langs en je gaat er langs met een thermografische camera, je maakt een warmtebeeld, dan kan je langs de buitenkant eigenlijk perfect gewoon zo zien waar de radiatoren opgesteld staan. Dus daaraan zie je hoeveel warmte eigenlijk dat er verloren kan gaan, gewoon door die muur. En door een radiatorfolie aan te brengen, kan je eigenlijk die straling naar buiten toe heel gemakkelijk beperken. Zoals je ziet, dus die radiatorfolie waaruit bestaat, die bestaat eigenlijk uit een aluminium toplaag. En daarachter zitten allemaal hele kleine, dunne laagjes. En daarin zit eigenlijk stilstaande lucht. Dus eigenlijk hetgeen wat we daarnet ook hadden bij het rolluik. Dus die stilstaande lucht die zorgt eigenlijk ervoor dat er heel licht geïsoleerd wordt. En die aluminiumfolie die zorgt ervoor dat de warmte eigenlijk teruggekaatst wordt naar binnen in de woning. Die is ook heel gemakkelijk aan te brengen. Dat kan je allemaal perfect zelf doen. Je hebt gewoon een beetje lijm nodig of dubbelzijdige tape. En je plakt die eigenlijk gewoon tegen de muur, achter de radiator. Vast uiteindelijk. Het is heel gemakkelijk. Nu, stel je hebt een huurwoning en je mag van de huisbaas geen veranderingen aanbrengen of je wilt echt geen schade toebrengen, dan kan je het ook eigenlijk heel gemakkelijk vastmaken met gewoon wat duimspijkers en die kan je dan achteraf gewoon terug verwijderen. Nu, wat zien we ook? Bijvoorbeeld woningen van de jaren 60, 70. Daar had je regelmatig wel eens de moderne woningen van toen, grote glaspartijen tot op de grond. En daarachter staat er dan een radiator opgesteld. Ja, klopt. Dat is allemaal heel mooi, maar het warmteverlies naar buiten vanuit toe de grond, is, zo, ja. is nog veel groter. Nee, het is echt een radiator. Dus een radiator, zoals we die kennen, die staat dan echt voor het glas. Ja, op de grond. Zo, op de grond. Ja, inderdaad. En daar kan je natuurlijk uiteraard zo geen radiatorfolie tegen het raam vastplakken. Wat kan je daar doen? Er bestaat ook radiatorfolie. Die bestaat dan enkel uit het aluminiumvelletje eigenlijk. En die kan je perfect aan de achterzijde van de radiator vastplakken, eigenlijk plakken, vastmaken met magneetjes. Dus dat is ook echt heel gemakkelijk aan te brengen. Nu, wat brengt dat op? Stel, we kijken naar de meest verwarmde ruimtes in onze woning. Dan ga je met een investering van ongeveer 50 euro, want zoveel kost het echt niet,
gemakkelijk toch wel jaarlijks een honderdtal, 120 euro kunnen uitsparen eigenlijk aan verwarmingskosten. Dus op een half jaar is dat toch wel terugverdiend. Dus eigenlijk een heel gemakkelijke om toe te passen. En als we dan toch aan het klussen zijn, wat kunnen we nog doen? We gaan dan ook ineens de leidingen van onze verwarming isoleren. Want wat gebeurt er? Zo'n ketel wordt meestal opgesteld ofwel op de zolder, in de kelder. Mm-hmm. Dat zijn plaatsen die niet verwarmd hoeven te worden, maar die eerste meters die uit de ketel komen, ja, die staan... Ja, oh, die geven daarom is het daar vaak ook heel warm. Ja, inderdaad. Ja. Als dat echt een heel oude ketel is, dan wordt er heel veel warmte afgegeven, dat eigenlijk voor niets nodig is. Dus we kunnen die eerste leidingen, die eerste meters, eigenlijk ook heel gemakkelijk isoleren. Daarover staat ook een heel dossier op onze website. Want onze collega's hebben een tijdje geleden dat allemaal uitgetest. Welke isolatie is er op de markt? Wat is er gemakkelijk aan te brengen? Waar hebben we problemen ondervonden? Er is een mooi filmpje van Roger. collega Roger? Ja, inderdaad. Collega Roger die isolatie aanbrengt aan zijn leidingen. Dus dat is allemaal op de website terug te vinden. Oké, super. Echte tutorials. Inderdaad. En ook, wat kunnen we daar weer winnen? Stel, we hebben ongeveer 10 meter lengte aan leidingen die we gaan isoleren. Een investering van ongeveer 100 à 200 euro, daar zit wel een groot verschil op, want dat kan je ook in ons dossier terugvinden. Er zitten wel grote prijsverschillen in de verschillende soorten isolatie, maar meestal zit er dan ook een gebruiksgemak van verschil in. Dus ja, soms is het duurder, misschien toch wel net iets gemakkelijker om aan te brengen. Dus een investering van 100 à 200 euro, maar ook hier weer 200 euro aan gaswinst en 180 euro aan mazoetwinst per jaar. Dus dat is op een jaar ongeveer terugverdiend. Dus ook ja, ideale job eigenlijk voor in het weekend of op een vrije dag eigenlijk aan te brengen. En als laatste, wat zien wij ook nog regelmatig, dat oude woningen nog altijd een manuele thermostaat hebben. Dus een kamerthermostaat die gewoon met de hand aan of uitgezet wordt, die manueel op temperatuur eigenlijk gezet wordt. En je gaat dan weg, je bent vergeten de thermostaat af te zetten. En uiteraard, dat is eigenlijk ja, spijtig, want dat zijn verwarmingskosten die voor niets dienen. Absoluut. Dus dat is ook heel gemakkelijk eigenlijk te wijzigen door een programmeerbare thermostaat. Ja. En dat is ook fantastisch. Ik heb dat. Dat is met een app. Ja. En je kan inderdaad, je komt van een weekend terug, ook een uurtje ervoor zeggen, ik zet het al aan, dan is het lekker warm als ik thuis kom. Ja. Ik ben iemand die vaak vergeet om dat af te zetten. Dus, dat is ook al een slimme thermostaat. Dus als je dan toch bezig bent inderdaad, om een programmeerbare te plaatsen, dan kan je inderdaad misschien al beter direct die slimme thermostaat plaatsen, want dan kan je die zelfs inderdaad van op afstand via de app bedienen. Wat kost dat weer? Ja, ook weer afhankelijk van het type, want daar zitten ook weer vrij grote prijsverschillen in. Van 50 tot 200 euro voor een thermostaat. Maar ook daar kan je weer gemakkelijk toch tot 250 euro van energie gaan besparen. Dus ook weer op een jaar tijd terugverdiend. Ja, maar niet alleen op verwarmingskosten kunnen we besparen. Wat kunnen we eventueel nog allemaal doen om thuis echt die energiezuiniger, om energiezuiniger te leven? Ja. We kunnen ook elektrische tijd gaan besparen, uiteraard. Wat er een heel gemakkelijk in is, is eigenlijk een stekkerdoos. Als je die plaatst, koop dan ineens een stekkerdoos met een aan-uitknop aan. Heel gemakkelijk. Ook hiervan hebben we recent een artikel laten verschijnen in ons magazine met een overzicht, maar het staat ook op onze website, met een overzicht van alle sluipverbruiken van toestellen. Gelukkig, heel veel fabrikanten ondertussen doen echt wel hun best om toestellen energiezuinig te maken. En ook het sluipverbruik, want mensen weten dat niet altijd. Het is niet omdat een toestel afstaat, je het hebt afgezet, dat er ook helemaal geen verbruik niet meer is. Dus soms verbruiken die ook nog altijd energie, ook al denk je dat je het hebt afgezet. En wat doet dan zo'n aan- en uitknop? Die zorgt dat het toestel echt volledig afstaat, dat er effectief geen elektriciteit meer doorkomt. Dus in ons overzicht zag ik bijvoorbeeld staan een tv-decoder en een router, die kunnen toch wel tot 25 euro per jaar eigenlijk aan sluipverbruik kosten. Wat toch wel al een serieus bedrag is, want als je weet, zo'n stekkerdoos dat kost misschien 5 à 10 euro. Dus dat is eigenlijk direct terugverdiend. En zeker en vast, bijvoorbeeld je tv, daar zit dan ook die decoder bij, misschien nog een paar andere toestellen. Dus s'avonds als je stopt met tv kijken, is het zelfs gemakkelijker om gewoon op die ene knop te drukken en alles is uit. En daarmee heb je uiteindelijk geen verbruik niet meer. Dus zeker en vast ook wel een heel interessante om te plaatsen. En dan een tweede maatregel, en dat is toch wel een enorm verschil gaat maken. Dat is eigenlijk plaatsen van LED-verlichting.
Ja. Dus een gloeilamp, de goede oude gloeilamp van vroeger, dat weet iedereen ondertussen. Dat is echt een absolute no-go geworden. Die zijn ondertussen ook niet meer te koop in de winkel. En 10, 20, 30 jaar geleden kwamen ze wel al af met energiezuinige verlichting, maar ook ondertussen is die gedateerd en zijn die eigenlijk helemaal niet meer zo energiezuinig zoals we nu een LED-lamp hebben. Dus als een lamp kapot gaat, is het toch altijd eventjes nuttig om na te kijken, is deze fitting geschikt om daar een lamp in te steken met een LED-lamp uiteindelijk. Als het niet gaat, ja, en je bent misschien ook je armatuur een beetje beu gezien, is het zelfs interessant om direct heel het armatuur te veranderen. Okay. En te kijken, van kan hier echt wel LED-lampen ingestoken worden? Die ga je uiteindelijk allemaal snel terugverdiend krijgen. Om het eventjes concreet te maken, bijvoorbeeld, ik ga ook eventjes spieken. Stel, je hebt een woonkamer met daarin 6 halogeenspots van 40 watt en 3 lampen ook nog van 60 watt. Ik denk dat dat wel een vrij normale voilà, in een woonkamer. En je hebt ongeveer 1000 branduren per jaar. 1000 branduren, dat lijkt veel, maar dat komt overeen met 3 uur per dag gedurende 340 dagen op een jaar. Dus ik denk dat dat ook wel vrij normaal is in een living. Dan heb je in dit geval €150 aan elektriciteitsverbruik voor die 9 lampen te laten branden. Stel, je vervangt die alle 9 door LED-lampjes. Dat zijn lampen met een wattage van ongeveer 4 à 6 watt. Kostprijs in aankoop €60, dan kosten die aan die 1000 branduren €15 per jaar. Dus een winst van €135. Dus zeker een vaste moeite, zelfs niet om te wachten tot de lamp kapot gaat, eens eventjes te kijken, kan ik die toch niet allemaal vervangen door LED-verlichting. Dat is ook weer een goede tip. Ja, en als laatste gaan we weer klussen. Daarvoor heb ik ook nog iets bij. Ook hier hebben mijn collega's een tijdje geleden een test gedaan om een elektrische boiler voor het sanitair warm water bijkomend te isoleren. Nu, zo'n oude elektrische boiler die heeft meestal helemaal niets van isolatie. De nieuwe toestellen die hebben ook wel al isolatie, maar dat is vrij beperkt. Dus als die zo opgesteld staat, dat je daar rond nog een beetje ruimte hebt, is het altijd wel nuttig om toch eventjes na te gaan, kan ik die bijisoleren? En daar hebben de collega's ook testen gedaan tussen 2 verschillende soorten van isolatie. Wat is er gemakkelijk aan te brengen en wat niet? En deze isolatie, PIF-isolatie noemt die. PIF. PIF. P-I-F. Die kwam eigenlijk, ja, PIF. Die kwam het best uit de test. Wat is dit? Dit is ook weer, ja, eigenlijk, het ziet er een beetje uit als bubbelverpakking eigenlijk. Dus ook weer die laag stilstaande lucht zit daarin. En die is heel gemakkelijk aan te brengen. En die geeft eigenlijk wel... Rond de elektrische boiler dan. Rond de elektrische boiler. Ja. En die geeft echt wel een heel goede isolatie. Dus ook hier weer de conclusie is... die is terugverdiend op enkele maanden tijd. Dus voilà. Heb jij dat nu allemaal thuis, Els, gedaan? Ja, ik heb zelf geen elektrische boiler thuis. Dus dat kon ik niet doen. Ik heb ook geen radiatoren thuis. Die kan ik ook niet doen. maar zo'n LED-verlichting, dat is natuurlijk wel een tijdje. Mijn huis is allemaal LED-verlichting, inderdaad. Ja, dat klopt. Bijvoorbeeld. Ja. Dat zijn wel een aantal dingen. Nee? Heel goede tips, Els, die je voor ons vandaag hebt meegebracht om toch een klein beetje zuiniger te leven thuis. Dus dank je wel daarvoor. Dank u. Dank je, Els. Ja.